This video is powered by the following sponsors. Hallo allemaal, dit is Souahari, Comeback Point. Naast me staat Reda Saidi. Hoe was het, jongen? Ja, deze partij, eigenlijk had ik wel verwacht dat het een 3 rondes zou worden, want ik weet dat het niet eigenlijk. Hij is gewoon een bikkel. Ik heb gewoon respect voor hem, hij is gewoon een bikkel. En daar heb ik me op voorbereid en ik moet zeggen dat dat het aardig is gelukt. Ja. Nou, dit was een strijd tegen Sport Academy Select, tegen Siam Gym. Je zag heel duidelijk twee verschillende stijlen terugkomen in deze video. Ibrahim Selak die kennen we natuurlijk van de MMA. Ja. En die heeft toch een speelstijl, vechtstijl, weet je. Dat probeert hij ook op jullie over te brengen, begrijp ik? Ja, klopt. Kijk, we weten eigenlijk dat de heren uit Venlo, volgens mij, ja, dat ze gewoon een... Ja, echt kickboksen doen, weet je wel. Ze boksen en ze ronden af met een trap. Ja, wij daarentegen zijn wat dynamischer. En ik denk eigenlijk ook dat wel doorslaggevend was. Ja. Dat degene was wat hem, wat niet te consequent is voor hem, weet je wel. Hij traint waarschijnlijk ook met gasten die ook zo trainen. Ja, en wij zijn gewoon anders. Ik denk dat hij moeite had met die schakeling. Ja. Je stond tegenover Galit Boubakker. Een zeer getalenteerde, goed 82 kilogram partij. Het is voor jullie sowieso een uitdagende gewichtsniveau, want eigenlijk komen alleen maar harde jongens nog in deze gewichtsklasse nog tegen. Zeker bij een Fusion. Wat neem jij nou van mee van zo'n partij als je die op deze manier wint? 3 rondes, ja. Zwaar bevochten rondes. Zijn er dingen waarvan je zegt van god, dat kan beter? Ja, tuurlijk. Kijk, weet je, op een gegeven moment, ik wil niet zeggen dat ik echt last had van mijn lucht, maar het had wel wat beter gekund. En wat dat betreft denk ik dat hier in deze factor, dat een hoger tempo het verschil zou maken. En ik kon op een gegeven moment niet heel veel meer, enkel, dus een stoottrap, terwijl je eigenlijk veel meer zou moeten combineren en afronden met de trap. Dat is waar ik aan zou moeten werken, ja. Oké. Nou, we gaan het zien waarschijnlijk. Ja, oh, je wil nog wat zeggen? Ja, ik heb eigenlijk nog een heel belangrijk ding om te zeggen. Want Galit is een gecontracteerde vechter bij Enfusion. Nou, echter, deze avond heb ik van Galit gewonnen. Ik bedoel, 1+1 is 2. Toch? Oké, dat is duidelijk vis naar een Enfusion contract. Zeker weten. Nou, wellicht als ze dit videootje zien. Ik zou zeggen, stuur het naar ze door. Ja, kijken wat de reacties zijn. Ja, toch? Voor nu in ieder geval bedankt voor je tijd en gefeliciteerd met je winst. Dankjewel. Voor jullie allemaal. Volg Reda Saidi en like en deel deze video. Abonneer je op ons kanaal. En bedankt voor het kijken allemaal. Hoes.